opties als die. Real player. Real player. Een goedenavond allemaal. We waren eventjes terug in de tijd aan het gaan. We hadden het over de real player, real audio, real video voor de ouderen onder u. En hoe ingewikkeld het is eigenlijk om geschiedenis vast te leggen als het over internet gaat. Omdat het steeds verandert, technieken veranderen, et cetera. Ik heb wel het gevoel dat we in een rustiger vaarwater zitten eigenlijk. Qua verandering van technieken? Ja, als het over internet zeg maar, gaat. Weet je, de video's, weet je, op een gegeven moment zijn dingen ook wel weer een klein beetje uitgekristalliseerd. Ja, ik denk dat er veel meer aandacht is tegenwoordig voor dat dingen ook omgezet kunnen worden. Omdat de gebruikers ook niet meer accepteren als er een update komt waardoor je al je content kwijt bent. En dat was natuurlijk in de begintijd gewoon wel. Ja. En we hebben het daarover met Jeroen Elfrich. Jeroen, welkom. Je bent eerder bij ons te gast geweest. Wij kennen elkaar al, denk ik, vanuit 2000 ongeveer, schat ik zo. Ik luisterde vroeger naar de radio. Oh, zelfs dat? We kennen elkaar. Maar dat is eenrichtingsverkeer. Ja, kennen we elkaar nog langer. Jij bent iemand die altijd bezig is geweest met interactieve televisie. In eerste instantie. Games, multiplayer games. Ja. Was jij daar kennen we elkaar ook van. Ik werkte bij de VPRO en jullie waren daar pionier van. Ja. Ex Machina is het bedrijf waarvoor je werkt. Wat is het belangrijkste wat jullie nu doen? Als je nu tegen iemand zegt die niet weet wat jullie doen, wat is dan je twee zinnen pitch? Ja, wij doen eigenlijk grootschalige interactie rondom video. Met nadruk op live. En we zitten eigenlijk in een transitiefase waarbij we nu nog ons geld verdienen met interactie rondom televisie. Maar waarbij het belang van interactie bij online video steeds groter wordt. Kun je een voorbeeld geven van programma's die iedereen kent waar jullie de interactieve laag bij leveren? Nederland bijvoorbeeld weet ik veel, bij RTL. Dat draait nu al een aantal seizoenen, komt in januari weer terug. En daar doen dan, van de 2 miljoen kijkers doen er 250.000 mee of zo. Dus dat is een van de grootste interactieve toepassingen in Nederland. We doen ook The Voice in veel landen, waaronder Amerika, America's Got Talent. De nadruk ligt bij grote entertainment shows, talentenjachten, gameshows, af en toe ook sport, nieuws. In die genres blijkt de interactie het beste te werken. Ja, wij kennen elkaar ongeveer ook uit die tijd dat jullie met de eerste tweede scherm toepassingen kwamen. Tweede scherm, wat een mooi begrip. Hè? Die zijn we ook heel vergeten. Ja, dat is ook heel mooi, want wij waren daar toen met NOS mee bezig, met name op sportgebied. Hè? Het leek ons leuk omdat mensen thuis met hun laptop op schoot nog wat extra informatie konden krijgen bij het fietsen, bij de Tour de France of zo. Ik kon toen nog tweedescherm.nl claimen, was ik er misschien net voor. Kun je uitleggen, want dat blijft toch intrigerend, waarom dat zo'n gat in de markt was wat jullie zijn gaan doen? Want weet je, op zichzelf lijkt het natuurlijk helemaal niet zo ingewikkeld om te zeggen, oké, je kijkt televisie, maak je een appje of zo, of een websiteje dat mensen iets kunnen doen. De eindgebruikerervaring, zeg maar, die is niet per se ingewikkelder dan een andere app. Om dat in goede banen te leiden aan de achterkant, aan de serverkant, is een stuk ingewikkelder. Met name omdat je vanuit de techniek moet zorgen dat je in hele korte tijd een hele grote toestroom aan gebruikers aan kan. Dus die volumes zijn ingewikkeld? Ja, en dat ook op een kostenefficiënte en betrouwbare manier doen. Dat is een specialiteit en daar zijn niet. Dus niet de doorsnee app-ontwikkelaar die dat zo even doet als een serverprogrammeur. Maar dan gaat het meer om wat je zei, grootschalig. Ja. Dat is meer het unieke onderdeel van jullie platform. Ja, dat is een reden geweest dat wij, denk ik, internationaal aan de weg zijn gaan timmeren. Omdat wij dat goed konden en dat ook uiteindelijk hebben kunnen bewijzen bij een aantal grote zenders in andere landen. Naarmate je het vaker doet, heb je natuurlijk ook steeds meer kennis over wat conceptueel werkt, wat voor manieren je die apps moet vormgeven, et cetera. Dat begint dan ook een voordeel te worden. Ja, nou zei je van dat het begon heel erg met live televisie. Inmiddels is het ook heel erg online video. Live online is natuurlijk eigenlijk, als je het mij vraagt, nog veel interessanter aan het worden. En kun je daar een paar voorbeelden van geven? En waarin verschilt dat dan weer van de televisietoepassing? Dat er geen tweede scherm meer is. Ja. Dus dat je ziet, je bouwt het eromheen. Wij hebben er nooit voor gekozen om een tweede schermbedrijf te zijn. Op een gegeven moment was dat de titel die eraan gegeven werd. Het ging ons om wat ik eerder zei, die grootschalige synchrone interactie rondom video. We zijn nu al een paar jaar achter de schermen, maar nu beginnen we er ook maar naar buiten te treden. Heel druk bezig om alles wat we geleerd hebben met interactieve televisie, om dat toe te passen op online video. Bijvoorbeeld op Facebook Live is het mogelijk om niet alleen live te streamen, maar om ook de reacties van de mensen die ernaar kijken op Facebook zelf in real-time te verwerken
om te zetten in relevante data. Die data real-time te visualiseren, over de video heen te leggen. En op die manier eigenlijk ja, een geïntegreerde kijkervaring doen. En op Twitch kun je nog een stuk verder gaan. Want die hebben API's waarmee je interactieve lagen over de video zelf heen kan leggen. Dat kan op dit moment op Facebook nog niet. Ja, en dat opent voor creatieven, misschien ook wel voor jullie, allerlei nieuwe mogelijkheden om met live video om te gaan. In de tv-wereld gaat het helaas, is dat stroever en is maar een heel klein stuk van alle televisie is ook live. Dat lijkt mij inderdaad juist prachtig, ook voor jou, want ik herinner me de tijd ik heb ook dingen bij de VPRO gedaan met UPC heette het toen nog, nu Ziggo. Het was allemaal interactieve televisie, maar ik had altijd zoiets van, alsjeblieft, maak er gewoon internettechnologie van. Want dan kan iedereen ervoor ontwikkelen. Want alles was duur, alles was ingewikkeld. Is het in die zin, jullie moesten noodgedwongen die andere dingen doen. Heb je zelf het gevoel dat jullie nu ook daarmee eindelijk de dingen kan doen die je altijd al gewild hebt? Nou, de tools die zijn er en nu moet bewezen worden dat je met die tools baanbrekende content kunt realiseren. En we zijn nog niet tevreden. Er moet nog een heleboel gebeuren. Maar zijn jullie een creatief bedrijf of zijn jullie een technologisch bedrijf? Ik denk dat het een iets zonder het ander kan. Maar ontwikkelen jullie zelf concepten? Spelen jullie een belangrijke rol in wat wij zeg maar zien op televisie of op onze livestream? Ik denk dat wij er een steeds grotere rol in spelen. Dat wij ook van onze klanten die ooit bij ons gekomen zijn voor technologie, dat die ons steeds meer ook aan de conceptuele en strategische kant benaderen. Ook met Jeroen Doucet, die runt bij ons een afdeling die zich daar helemaal op richt. We hebben, wat we ook zien is dat we nu steeds vaker dialogen hebben met bijvoorbeeld op Twitch, waar we direct contact hebben met de mensen die zelf ideeën hebben voor uitzendingen. Bijvoorbeeld een meisje wat een soort crowdsourced koken doet. En die gaat dan soep maken en dan koopt ze allemaal ingrediënten en dan gebruikt ze onze software om mensen te laten kiezen wat ze in die soep doen. Dat is een beetje een plat voorbeeld misschien. Maar het is natuurlijk, voor haar is het geweldig dat zij in haar eentje een kookshow kan doen. En iedereen die kijkt, doet mee. En wat je ook ziet, en dat is misschien voor ons wel de belangrijkste metric, het belangrijkste getal wat we zien, is dat we zo'n weet ik veel, op zaterdagavond op RTL 4, wat internationaal zo'n beetje de beste cases die wij kennen. En we kennen de meeste toch wel qua conversie van kijkers naar spelers. Hè, dat je ziet dat 18% of zo van de kijkers actief meedoet. Nou, als je dat aan tv-mensen vertelt, slaan ze stijl achterover. Met Twitch hebben we nooit een conversie van kijkers naar actieve gebruikers gezien van minder dan 30%. Dus dat, als je de drempel wegneemt en als je dus contentmakers hebt die dat leren te gebruiken, dan gaat het op een gegeven moment naar 80-90%. Hey, wat is het gevolg voor Twitch? Want niet iedereen weet wat Twitch is. Ja, dat is Twitch is een platform waarop mensen die games live kunnen streamen, zodat anderen mee kunnen kijken. Dat is zo begonnen. Ja, dat is nog steeds de bulk van wat ze doen. Nog steeds de core, maar je ziet dat daar steeds meer andere content omheen komt. Maar wat hebben jullie met Twitch, want je noemt het nu al een paar keer. Ja, dat komt omdat ik het heel leuk vind. Ik vind het gewoon een van de leukste projecten waar we aan werken. Twitch is inderdaad game streaming van wat gewoon mensen thuis doen. Het is ook e-sports, is natuurlijk wat grappig is, hè, ook daarvoor geldt. We vinden dat nu heel normaal. Ja. Maar toen dat begon, vonden wij de mensen, de niet-gamers, vonden dat nogal bizar. Je ging zitten kijken naar andere gamers. Ik ben toch redelijk thuis in de gamewereld en ik zie nog steeds dingen waarvan ik echt helemaal niet snap. Ja. Maar e-sports is natuurlijk veel grootschaliger, toegankelijker. En daar speelt Twitch ook een belangrijke rol bij. En inderdaad, zo'n kookprogramma zie je. Maar ze hebben ook bijvoorbeeld, 2 jaar geleden, meen ik, soort eerst echt iets uit de tv-hoek gedaan. Dan hebben ze een Bob Ross marathon gedaan. Dan hebben ze alle afleveringen van Bob Ross achter elkaar uitgezonden. En daar keken 6 miljoen mensen naar in totaal. Ja, dat was het. Toen ik in de 5 zat, was het ook al een grote hit, Bob Ross. Maar het mooie was dat nog steeds, dat was mooi, zeg maar. Ja, wij zonden dat om tussen 2 en 3 s'nachts uit in de loop. Ja. En toen op een gegeven moment, om de een of andere reden was er iets misgegaan. Er was een heel weekend was Bob Ross niet uitgezonden. Ik kreeg toch een telefoon. Ja, alle mensen die uitgegaan waren en lekker eventjes Bob Ross gingen kijken. Voor een beetje. Maar goed. Je ziet dat er steeds meer van dat soort dingen komen. Dus ze bieden tools voor creatives. En ik denk eigenlijk dat, nu zijn het nog vaak reruns van tv-shows. Power Rangers hebben ze laatst weer gedaan. Je zou ook, als jij nu een tv-maker, tv als tv-contentmaker bent, en je hebt een goed idee,
voor een programma. Tegenwoordig kun je natuurlijk qua studio, qua productie met veel minder middelen toe dan 10, 20 jaar geleden. Ja, en wat doen jullie dan precies voor Twitch? Want dan maakt je laatst iets ook over bekend. Hè? Ja. Dat zijn plugins of is het? Ja, het heet een extension. In Twitch jargon. Ja? En eigenlijk, wij zijn een van de launching partners van Twitch voor die extensions. Dus dat wil zeggen dat het sinds 2 weken geleden mogelijk is voor broadcasters om functionaliteit toe te voegen aan hun stream. En de functionaliteit die wij specifiek toevoegen is dat we eigenlijk de video klikbaar maken en dat wij proberen verstandig en slim om te gaan met de kliks die dan de kijkers doen. En dat we dat eigenlijk visualiseren voor de mensen die meedoen, maar ook voor de broadcasters zelf. Dus die hebben eigenlijk een soort hands-free interactiemodel. Als zij een prei of een ui in de soep gaat doen, nou, dan houdt ze die in de lucht en dan klikken mensen erop en dan ziet zij op haar monitortje. En moet zij dan die ui op een bepaalde plek houden? Of het is wel handig als je met tijdje op één plek houdt. Of herkennen jullie de ui, Nee, dat nog niet. Dat is een goede feature trouwens. Maar wij creëren een soort cluster van kliks. Ja. Maar we zijn ook bezig, of we hebben dat nu ook gewoon een multiple choice vraag gedaan. En wat je ook bijvoorbeeld ziet is dat bijvoorbeeld kaartspellen blijken er heel erg goed geschikt voor te zijn. Dus dan als je Hearthstone speelt, een populair kaartspel op Twitch, dat er nu dus heel veel broadcasters zijn die aan hun publiek vragen van, een soort publieksvraag van welke kaart moet ik hier naspelen? En je hoeft niet, zoals met traditionele second screen systemen, een timeline, allemaal events aan te gaan maken en op het juiste moment dat er iemand op een knop moet drukken. Die kan, als die gewoon een idee heeft, kan die dat doen. Wat we dus zien met Twitch is dat zij dit voor iedereen beschikbaar maken. Maar dat wij door de ervaring die we hebben, nu ook voor mensen met content, mensen met rechten, mensen met ideeën, dat wij nu ook op een hele effectieve manier Twitch als distributiekanaal kunnen helpen in te zetten. Je zei net eerder het voorbeeld dus van het koken, hè, de interactieve kookshow. En je zei van, dat is één persoon die dat doet. Betekent dat jullie in feite een platform zijn wat ik op een goedkope manier kan inzetten? Moet ik het zo voor me zien? Ja, het is nu gratis zelfs. Er zit nog geen wallet of geen betaalfunctionaliteit in de Twitch extensions. Die zou je er eventueel custom in kunnen hangen, maar we hebben ervoor gekozen om dat niet te doen. Sinds de launch ruim 2000 broadcasters onze extensie geïnstalleerd. Dat varieert van super kleinschalig tot mensen met tienduizenden kijkers. Dus als wij zeg maar in de volgende week zouden willen doen, moeten we de Brooklyn Lager drinken of een andere? Is het ook zo eenvoudig? Ja. Nou, dat vind ik wel leuk. Vind ik wel leuk, toch? Ja. Ja, je kan op Twitch vooral ook heel veel illegaal Champions League voetbal kijken. Dat vind ik. Ja, ze zijn natuurlijk onderdeel van Amazon, hè, dus ze moeten zich wel. Ja. Het is niet een wilde start-up. Alhoewel ze hun eigen cultuur heel erg bewaren. Maar kijk, hoe wij het zien is wij vinden Twitch fascinerend, omdat daar ten eerste door die gaming-achtergrond, waardoor je ziet dat het publiek veel meer engaged is. En ook dat de kijktijd. Hoe lang denk je dat de kijktijd is op Twitch gemiddeld van een gebruiker per dag? Een half uur? Meer dan 100 minuten. Echt? Ja. Zo. Gemiddeld. Dus dat is een publiek wat natuurlijk misschien niet heel representatief is, of waarschijnlijk niet heel representatief is voor de gemiddelde tv-kijker. Maar die zijn wel dingen aan het doen en dingen aan het proberen die ook elders toegepast gaan worden. Ja. Maar wij vinden livestreaming in de breedte interessant. En Twitch zien we als een plek waar nu experimenten en innovaties plaatsvinden. En hoe is die samenwerking tot stand gekomen? Want hebben jullie dat opgezocht? Mijn collega heeft ze op de CES ontmoet. Ja, ja. Ja, dus je gaat naar zo'n beurs in Amerika. Ja. CES is de Consumer Electronics Show in januari in Las Vegas. Ja. Ja, ik denk wel dat het scheelt. En wij zien dat nu ook van, er worden meer extensies gebouwd, maar dat zijn dan meestal 3 enthousiaste jongens op een zolderkamer. Wij zijn natuurlijk wel als bedrijf iets verder dan dat. En dat we dus ook voor Twitch, maar ook voor contentpartners, geloofwaardige partij zijn. En dat hebben we denk ik inmiddels wel een streepje voor. Maar in principe is het gewoon een kwestie van een beetje geluk hebben en stoute schoenen aantrekken. En nu is het sowieso open, dus iedereen die wil kan dingen voor Twitch. Ja, het werkt natuurlijk altijd live, dit soort dingen. Kun je ook uiteindelijk, als je het on-demand terugkijkt, blijft er dan nog wat over van de interactie die er is geweest op bepaalde plekken. Je ziet het visueel, maar je hebt geen invloed meer. Nee, dat snap ik, maar Het wordt echt in de video gebakken, zeg maar, de graphics die wij laten zien. En dat is ook wat we op Facebook en op YouTube live doen. Ja. Het interactiemoment is wel weg. Wat je wel ziet, is dat bij Twitch de overgrote meerderheid van de consumptie is echt live. Terwijl bijvoorbeeld bij Facebook Live zie je dat 80%
van de consumptie is na afloop. Ja. Die is helemaal niet live. Ja. Dus, en bij YouTube is het volgens mij nog een andere nog een slechtere verhouding in het nadeel van live. Dus, ook dat is een interessant aspect van Twitch, dat het zo op live gefocust is. Maar in een volgende ronde zou je toch willen dat... Ik zit nu even dat kookprogramma te zoeken, hoe heet dat? Ze heet Gold Amsel. G-O-L-D-A-M-S-E-L. En dan, volgens mij die aflevering dat ze de soep maakt, heet Witch Soup, heksensoep. Witch Soup. Hey, ik vind het mooi dat het kan. Hè? En tegelijkertijd denk ik van, eigenlijk zijn we dus al die tijd bezig om nog steeds gewoon een quizje, een ja, nee, weet je wel, om dat te doen. En daar moeten we dan nu blij mee zijn. Ja. Ik herinner me, ik ben ooit geweest naar een interactieve televisiecongres in Barcelona, volgens mij. Ik heb een presentatie meegemaakt van Playboy. Dat is volgens mij de aankondiging. Ik weet nog niet of we hem gaan vinden natuurlijk. Nou, ze legt hier, dit is een aankondiging en dan de aflevering zelf duurt volgens mij 2,5 uur. Nou, die gaan we, gaan we nu niet kijken dan. Nee. Nee. Maar goed, ik wou dit verhaaltje even aan jullie vertellen. Dat was een presentatie van Playboy. En die ging laten zien wat de toekomst was van interactieve televisie. En dan zag je een mevrouw en die vroeg dan daarvoor van, what is my pussy? En dan moest je kiezen tussen A, B, C of D. Ik heb een beetje het gevoel alsof we nog steeds in diezelfde fase zitten. Dat is natuurlijk wel geweldig. Dat is gelukkig. Ja, nee, maar dit is ook. Het is meer dat het atypisch is voor Twitch. Maar het is heel flauw wat zij doet. Maar het is natuurlijk wel leuk dat er geëxperimenteerd wordt. Vind je dit experiment? Dat is eigenlijk wat ik bedoel. Dit zijn gewoon. Je noemt een kaartspel. Eigenlijk wordt helemaal niet geëxperimenteerd. Het zijn gewoon oude concepten die over dingen van vandaag worden gelegd. Nou, nee, dat ben ik niet met je eens. Want ik denk dat bijvoorbeeld überhaupt het idee dat je publiek als eigenlijk extra speler gaat zien in een toernooi. Of dat je democratie real-time gaat toepassen. Daar kun je natuurlijk... Kijk, ik bedoel, ik zou ook graag wel wat meer maatschappelijk bewuste dingen doen dan we nu doen. Het is over het algemeen plat entertainment. Dat is omdat daar op dit moment de business zit. Ja. Maar je kunt het natuurlijk ook voor heel veel andere doelen waarom gebruiken. Wordt het eigenlijk... Ik zou het ook heel logisch vinden dat jullie technologie gebruikt wordt bij, weet ik veel, verkiezingsuitzendingen of alle soorten live nieuws events. Ja, er was een soort momentum rond de, niet de afgelopen verkiezing, maar de 4 jaar daarvoor. En toen hebben we zowel voor de RTL als voor de publieke omroep een aantal debatten interactief gemaakt. Waarbij ook officieel de winnaar van het debat gekozen werd. En ik was dan eigenlijk verbaasd dat ze dat goed vonden. En je merkte ook dat meteen onderdeel werd van de campagne. Dus dat de PvdA ging dan zijn achterban zeggen. Ja, we gaan vanavond wel even op... wie was het toen nog? Asscher was het denk ik toen? Nee, we gaan in ieder geval stemmen. Maar dat was op zich wel een hele leuke ervaring. Maar je merkte dat ik denk ook... dat toch ook wel best bedreigend of eng is voor veel mensen om die directe feedback te krijgen. Maar ik ben het helemaal met je eens. Ik denk dat we doen een programma, dat is nu twee landen gestart, recent nog in Engeland. En dat heet Don't Ask Me, Ask Britain. En het idee is eigenlijk dat je hebt dan, het was wel een soort comedy panel show, dus met comedians in de studio, was op ITV, live show. En dan moesten de studiokandidaten real-time voorspellen wat de mensen thuis over een onderwerp vonden. En dat waren soms best wel controversiële onderwerpen. We hebben het ook in het Midden-Oosten gedaan. En er werden echt wel voor die regio hele pikante onderwerpen aangesneden. En daar werd dan in de studio over gepraat. Dus wat je daar eigenlijk zag is dat er een soort real-time data was van de mensen thuis. Een heleboel mensen die dan hun mening gaven. En dat moest in de studio aangesneden worden. Dus die mechanismen daarachter, daar kan je nog veel meer mee doen. En ik vind het eerlijk gezegd een terechte vraag, want er zou ook buiten entertainment een bom mee kunnen. Hey, wat zou er nog meer kunnen, behalve zeg maar een ander onderwerp, maar welke mogelijkheden zijn er nu die jij eigenlijk nog niet benut ziet? Omdat nou eenmaal je klanten willen wat ze willen. Ja, nou, ik denk dat verdere integratie van interactie in de video, dat heel interessant is. Dus dat wat bedoel je daarmee? Nou, de dingen die je vraagt aan de mensen thuis, of de dingen die je ze biedt en de resultaten, dat die eigenlijk naadloos geïntegreerd worden. Dus niet dat er een tickertapeje onderin staat, maar dat dat onderdeel wordt van de set, of misschien zelfs dat de set gaat genereren.
Dat Don't Ask Me Ask Britain had dat al een beetje. Daar was eigenlijk een studio met hele grote schermen. En dat werd eigenlijk continu, dat was een soort levende infomercial. Hoe noem je die dingen? Dus dat is denk ik een interessante. En ik denk ook dat je uiteindelijk misschien land- of leeftijds- of zeg maar groepsoverschrijdende combinaties kan gaan leggen. We vinden allemaal Eurovisie hartstikke het is cult, maar het is ook hartstikke leuk eigenlijk. Hè? Dat je echt iets hebt wat de grenzen overschrijdt en wat iedereen bindt op dat moment. Ja, volgens mij zou je veel meer van dat soort dingen kunnen gaan bedenken en creëren. En met e-sports en met gaming gebeurt dat al een beetje. Dus ja, daar wilde ik nog even heen. Een van de dingen die op Twitch ook veel te zien is, zijn die e-sports competities. Dat begint natuurlijk in Nederland, heeft dat ook een grote vlucht genomen. Ja. Wij zijn ook nog een keer naar de arena geweest. Ja, ook fascinerend. Dat er een paar duizend iedereen zou dat moeten doen. Nee, maar dat er duizenden mensen bij elkaar komen om met elkaar te gamen, maar vooral te kijken naar teams die je tegen elkaar opnemen. Ja, wat ook zo fascinerend vond, is dat gewoon echt een soort van die commentatoren, een soort studio sport voor die e-sports. Die mannen zitten daar. Dat is natuurlijk de basis van Twitch. Ja. Gewoon kijken naar andere mensen die aan het gamen zijn. Wat bieden jullie specifiek voor die e-sports? Wat is daar het soort van interactiviteit waar mensen naar zoeken? Nou, wat ik interessant vind aan e-sports ten opzichte van ook met name traditionele sport. En daar heb jij natuurlijk ook heel veel ervaring mee. Want wij hebben ook allerlei dingen geprobeerd rondom traditionele sport. En we zien eigenlijk het enige wat werkt is voorspellingen en daar dan wat mee kunnen winnen. En dat werkt heel goed, maar is uiteindelijk misschien niet het meest verhevende. Dus niet super interessant. Tenminste, niet iedereen vindt dat leuk. In Nederland gaat er ooit nog wel een keer heel veel geld mee verdiend worden, maar dat terzijde. Het punt met traditionele sport is dat de scheidsrechter en de coaches bepalen wat er gebeurt in het spel, over het algemeen bij de meeste sporten. Ja, en niet de kijker. De kijker kan juichen als het in het stadion is, maar daar houdt het wel eens een beetje van de rookbom gooien, maar daar houdt het wel mee op. Ja, en dat is natuurlijk vaak onderwerp van gesprek geweest, dat als je dit wil aanjagen, dan moet je de kijker ook werkelijk invloed geven op het verloop. Iedereen is coach, zeg maar. Ja, maar het spel zelf, voetbal en dat soort dingen. Dan moet je je ziet hoeveel discussie er is geweest voor een elektronische lijnrechter of weet het, die de goalbewaking doet. Daar mag je niet mee rommelen, dat is heilig. Ja. Het leuke van e-sports is dat natuurlijk allemaal wel. Het is niet. Het is open, maar er is geen scheidsrechter, er zijn geen coaches, het zijn algoritmen. Ja. Er is een game engine die bepaalt wat er gebeurt. Die is scheidsrechter en biedt. En coach tegelijk. Ja, en die wordt geüpdate en die wordt aangepast. Ja. En als de balans niet goed meer is, dan wordt die. En die game engine, die kun je real-time voeden met data. Ja. Dus je kunt allerlei. Nu is e-sports al vaak al lang bestaande videogames die nu worden gebroadcast. Ja. En waar dan honderdduizenden, soms miljoenen mensen naar kijken. Het wordt nog veel interessanter als je games gaat ontwerpen waarbij je ook die kijker op een of andere manier real-time in die game engine haalt. En dan krijg je natuurlijk nog weer een veel grotere vlucht, verwacht ik, van betrokkenheid van de kijkers. En dat is bij e-sports vele malen makkelijker dan bij de traditionele sport. Ja. Wij vergeten wel eens het onderwerp geld hier aan tafel en in het algemeen. Waar zit je? Spreek voor jezelf. Jij niet. Ja, dat is waar. ik vergeet dat eigenlijk altijd. Hey, maar waar zit, als je dit nu over hebt, hè, jullie verkopen dat, jullie beklanten die dat doen, waar zit op dit moment rondom dit soort dingen het geld? Nou ja, veel mediapartijen denken gewoon in bereik, in oogballen. En daar hebben ze allerlei manieren voor om die te monetizen. Wat ik een hele grote uitdaging vind, zeker vanuit Europees perspectief, is dat natuurlijk de platformen zo enorm machtig zijn en alleen maar machtiger aan het worden zijn. En, dan bedoel je Facebook, Google. Twitch, Amazon. Vlak ze niet uit. En je ziet bijvoorbeeld dat, kijk, de tv-industrie heeft zich heel lang een soort van immuun gewaand voor de disruptie van internet. Ja, die mythe is voorbij. Nou ja, en toen kwam er eerst kwam Netflix en werd alle scripted content. Kwamen mensen erachter dat het eigenlijk wel leuker was om te binge-watchen en om dat on demand te kijken. Maar de tv-wereld maakte zich nog niet heel erg zorgen, want ze hadden nog sport. Ze hadden nog live programma's en het nieuws en dat soort dingen. Maar je ziet dat is nu ook. En dat Facebook, die hebben $1 miljard uitgetrokken voor exclusieve content, videocontent. Ze hebben nog nooit €1 voor een nieuwsartikel betaald. Ze hebben nog nooit €1 voor een liedje betaald. Maar €1 miljard gaan ze betalen voor live en voor series en live tv en sportrechten. Dus dat betekent dat ook de goede mensen die dat soort content maken. En in Nederland hebben wij het relatief heel veel mensen die goede tv-content kunnen maken. Ja, de vraag is, gaan die niet geld verdienen voor de platform in Amerika? Ja.
Op dit moment kan je ze dat niet kwalijk nemen. En, want daar is gewoon goed geld te verdienen. Er wordt, denk je wel dat, want we hebben het er toevallig hadden we het eerder over. Van, ja, voor de uitzending, dat is ook een kans voor heel veel contentmakers. Maar rolt het de Nederlandse industrie nog verder uit? Nou, ik denk voor contentmakers niet. Het zijn gouden tijden voor contentmakers. Maar, alleen, je ziet dat de advertentiegelden die gaan allemaal naar... Nou, niet allemaal, want de contentmakers krijgen daar wel een deel van. Maar het netto bedrag wat overblijft, wat blijft hangen, zeg maar, is toch een stuk lager als in de Big Brother tijd. Dat is wel een fundamenteel verschil. En ik denk dat veel mediapartijen die nu nog een goed bereik hebben, anders, ja, dat die toch zitten te slapen en het laten gebeuren. En dat is zonde. Het is eigenlijk ook een beetje met Netflix gebeurd. En wij zitten met z'n allen al ietsje langer in. En we hebben veel van die dingen geroepen. En dingen gaan soms langzaam en dan ineens... Althans, met name wat zoals veel mensen gezien hebben, is Netflix ineens een gigantische partij geworden. Hè? Dus als je niet, met deze dingen meebeweegt, denk ik altijd, dan maak je het ook niet mee. Nee, en dat gaat nu ook gebeuren met sport en met andere live events. En het wordt toegankelijker dan ooit en het wordt leuker dan ooit om het te kijken in nog hogere resolutie op nog meer apparaten en schermen. Maar er gaat ook iets verloren. Ja. En je vertelde net dat die op zich hele belangrijke en voor jullie denk ik strategisch interessante deal met Twitch, dat die voortkwam uit een bezoekje aan een Amerikaanse beurs, de CES. Vorige week was hier in Amsterdam ook een hele grote beurs op het gebied van televisie, natuurlijk ook jullie ding. En heel veel innovatie kun je daar ook zien. Jij hebt daar een paar dagen rondgelopen. Ja. Wat was je indruk en noem eens een thema wat je daar opviel? Wat zijn de dingen waar we op moeten letten de komende tijd? Nou, wat ik leuk vond, want ik heb altijd, volgens mij jullie ook, maar gemengde gevoelens over de IBC. Ik vind het overgrote deel van de stands niet interessant. En het is heel erg hardware, dozen schuiven, maar dan hele dure dozen. Hele dure, ja. Met heel veel lampjes. Wat ik wel heel duidelijk vond, en dat is al een tijdje in gang gezet, maar dat zie je nu echt op steeds meer plekken terug, is dat het echt een software gedreven industrie begint te worden. Ja. En dat het ook een virtuele industrie begint te worden. Dus dat eigenlijk steeds meer met software gegenereerd wordt en dat die hardware daarbij echt een ondergeschikte rol begint te krijgen. En dat eigenlijk de principes die jullie al een hele tijd toepassen. Met dit simpele bij zo'n set als hier, dat dit eigenlijk een blueprint is van hoe heel veel tv in de toekomst en dus eigenlijk tv-content, videocontent gemaakt gaat worden. Maar dan wel dus met alle special effects en waar je vroeger een truck voor nodig had van $80,000 per week of weet ik wat die dingen kosten. Heb je dat nu nog in een kastje zitten van een paar duizend euro. En over 2 jaar zit dat helemaal in de cloud. Ja. En heb je alleen maar een internetverbinding nodig. Dus, die ontwikkeling vind ik heel opvallend en interessant. En biedt ook voor wederom die dingen waar wij het net over hadden, livestreaming en zo, maakt dat het nog veel makkelijker. Ja, dus dat alles met elkaar combinerende, weet je, wij noemen het altijd het democratiseren van het televisie maken, weet je. Vroeger had je tonnen nodig voordat je iets kon. Ja. Nu kan iedereen met een iPhone 4K. 4K livestreamen. Ja. Met een 360 cameraatje eraan. Maar dus gecombineerd met het wat jij net zei, hè, dat de superplatformen Facebook in toenemende mate geld te over hebben voor originele en goede content, hangt het eigenlijk alleen nog maar af van of je een goed idee hebt. Ja, die drempel is lager dan ooit. Maar dan kom je er natuurlijk ook achter dat je vaak meestal niet, dat je meestal niet de enige bent met het goede idee. En dan komt het uiteindelijk toch weer op ouderwets heel erg hard werken en ellebogenwerk uit om succes te hebben. Ja. Maar als je echt heel goed bent, je hebt niet meer het excuus van ik had het idee, maar ik kon het niet. Want ik had het geld niet of ik had de middelen niet. In principe is dat enorm. Het zijn eigenlijk ook al hele mooie tijden. Dus. Ik vind het een fantastische tijd. Ja. 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 En ook dat je dus nu allerlei industrieën samen ziet komen. Dat... We hebben het nu heel erg over de virtualisatie, maar natuurlijk ook die software kan ook weer allemaal dingen in hardware teweeg gaan brengen, waar volgens mij de tweede spreker over gaat praten. Maar, en ook dat je, ik heb heel veel affiniteit met de gamingwereld. Ik vind het heel leuk om te zien dat nu ook vervlochten begint te raken met mainstream content, met video. Dus het is een waanzinnige tijd om dit allemaal mee te maken. Hey, maar als allerlaatste vraag, als wij volgende week iets willen doen met jou, met jullie... Twitch extensie, dan kan dat? Ja.
Doen we dat toch volgende week stekel of niet? Ja, dat gaan we doen. Gaan we iets leuks verzinnen. Ja, we kunnen het ook op Facebook Live op andere dingen doen. Maar misschien is het steeds wel leuk om als, ja, als volgende stap te proberen. Ja, kijken of er iemand kijkt naar jullie. Ja, nou ja, dat gaan we meemaken. Ik ga kijken. Als we maar één hebben, dan is het goed. Weet je, dat is eigenlijk, de kwaliteit van de kijkers is hoger. Het gaat niet over bereik, het gaat over kwaliteit. Dus als we jou hebben, dan zitten we goed. Ja, nog met de ex-magina. Het is wel een drempel die je moet instellen. Je moet geloof ik minimaal 5 mensen hebben die klikken, anders doet hij niks. Met de ex-magina, nee, de ex-magina group moet ik tegenwoordig zeggen. Gaat verder hartstikke goed. Jullie hebben inmiddels geloof ik 30 man in dienst. Ja. Maar je zoekt ook nog mensen. Dus, ja. Front-end developers, back-end developers, DevOps, een lead designer, een marketeer. Nou, van harte welkom om te solliciteren. Bel Jeroen en ga aan de slag bij een leuk bedrijf. Ja, ik kan hem ook een mailtje sturen. Of de website. Whatever. Een hologram. Bedankt voor. Hey, dankjewel. Jullie bedankt voor het kijken en we bedanken zoals altijd. Vroeger zei ik altijd... Streamzilla zei ik altijd, maar dat is nu tegenwoordig Jetstream helemaal geworden. Uit Groningen, het bedrijf dat gespecialiseerd is in het streamen van media, video met name. PQR, het bedrijf dat voor de hosting van de website zorgt. Bier & Co. voor de biertjes. We hebben alle drie een Brooklyn Lager. Jij ook toch? Ja. Brooklyn Lager. En even kijken, Freedom Lab natuurlijk, want daar vandaan zenden we uit. We zijn er zo direct, als je nu live kijkt, en natuurlijk weer 2 uitzendingen per avond. En heb je die gemist, kun je alles via onze website fastmovingtargets.nl of via YouTube terugzien. Dag.